Mijn naam is Tom Zagaten en we zijn op het melkveebedrijf van mijn ouders. En we melken hier een 150 melkkoeien. En sinds kort draaien we met de OptiDuo van De Laval. Het sterke punt van de OptiDuo is dat hij het voer aanschuift, maar ook ververst. Door het vijzelen van het voer krijg je het er mooi vers voor te liggen. We voeren hier een 2300 kilo kuil per dag met een 2500 kilo mais en 500 kilogram poederbieten. Daarnaast komt er nog wat soja bij. En we voeren sinds kort ook 800 liter water bij in het rantsoen om het rantsoen mooi nat te houden, waardoor de koeien geen selectie krijgen. En dat is voor de OptiDuo misschien wel een hele opdracht, maar dat redt hij altijd prima om dat weg te schuiven. Er wordt hier om 8 uur 's ochtends gevoerd, dan komt er 7 ton voer voor de melkkoeien te liggen. Vervolgens draait om 3 uur de OptiDuo voor de eerste keer en dat is op de meest verre lijn. De inductielijn heeft 4 stapjes en de mate de dag vordert gaat hij steeds 10 centimeter opschuiven en dan draait hij om 7 uur de volgende dag, 's ochtends, voor de laatste keer. Een van de voordelen van de OptiDuo is dat het toch voor onszelf wel wat tijd bespaart, omdat je in drukke tijden soms geen tijd hebt om de koeien aan te schuiven. En deze machine rijdt gewoon 8 keer per dag rond en je weet zeker dat het voer gewoon aangeschuiven is, waardoor er altijd vers voer voor de koeien ligt en deze het mooi op kunnen nemen. Door de grote hoeveelheid voer die er bij de melkkoeien voor ligt, kan de OptiDuo het soms moeilijk krijgen. Als dit het geval is, dan gaat hij 3 keer proberen, een keer vooruit, een keer achteruit, nog een keer vooruit, een keer achteruit en nog een keer. Mocht dit niet lukken, dan kan het zijn dat hij een trek opschuift om hem voorbij te gaan en dan weer mooi netjes aan te sluiten. Bij het aanschuiven, als dat niet helemaal wil, kan hij eventueel ook nog de snelheid aanpassen. Als ik iets vergeten ben van het voerpad af te halen, dan heeft de OptiDuo daar meerdere veiligheidsaspecten voor, waaronder bumpers aan de voorkant en rondomheen aan de zijkant. Hierdoor kan hij daartegen aanlopen en slaat hij zichzelf af. Maar na 5 à 10 seconden zal hij zichzelf weer herstappen. We zien dat de voeropname in de afgelopen tijd wel met een 5 à 10% gestegen is, omdat 's nachts toch vaarzen vooral komen eten. En daardoor zie je toch dat die vaarzen meer gaan vreten en de voeropname toch wel stijgt.